Ik ben met de opdracht bezig voor de ziekenhuisgroep Twent. Een beeld in marmer, zoals je het hier ziet liggen. Het is een coronakunstwerk. Wat ik dus in de opdracht doe naar aanleiding van de toch wel heftige coronaperiode die ze in de ziekenhuizen zeker meegemaakt hebben als zorgmedewerkers ook. En het worden twee beelden. De ene wordt een marmeren beeld, en daar ben ik hier mee bezig. En er komt een tweede beeld. En dat wordt een bronzen variant. En zowel in Almelo en Hengelo komt een beeld te staan. En er is een hele voorprocedure aan geweest. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Dat klopt inderdaad. Ik ben gebeld door ZGT of ik mee wilde doen om een ontwerp in te dienen en te pitchen. Samen met volgens mij vier andere kunstenaars. En daaraan vooraf is ook een selectie gegaan waarbij de, als ik het goed begrepen heb, de medewerkers van ZGT namen konden indienen van kunstenaars. En daar is dus een aantal mensen uit geselecteerd waar ik er één van was. En uiteindelijk heb ik de opdracht gekregen. Dus dat is wel heel eervol om te mogen doen. Je had het net over van dit is specifiek zeg maar voor de coronaperiode ziekenhuis. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om dit zo te maken? Ik heb natuurlijk van ZGT de nodige aanreikingen, handreikingen gekregen waaraan het beeld zou moeten voldoen. En ook die zijn uit de medewerkers van het ZGT gekomen. Een bepaalde kernwaardes waar het voor moest staan. En daar had ik wel feeling mee. Iedereen heeft natuurlijk inmiddels zijn eigen verhaal met corona. Voor mij is het ook een heftige periode geweest. Maar ik voelde ook de dingen die aangereikt werden, daar kon ik wat mee. En dit was mijn ontwerp. En het verbeeldt eigenlijk twee gestileerde gezichten. Beide met een karakteristiek mondkapje. Verbonden in een golvende lijn. De golf van de coronapandemie. En het ligt er een beetje aan vanuit welke rol je ernaar kijkt. De gezichten verbeelden eigenlijk de zorgmedewerkers uit alle lagen. Maar ook de bezoekers en ook de beide ziekenhuizen. Want ook die hebben heel erg samengewerkt in die periode om alles te kunnen handelen. Dan de bal in het midden, die doet natuurlijk een beetje denken aan het coronavirus. Maar die staat eigenlijk centraal voor de patiënt. De patiënt centraal, omringd door de zorg. En ook voor samengebalde energie van alle mensen die samengewerkt hebben. De saamhorigheid. En de gedeelde capaciteiten. En dat is eigenlijk vertaald in dit ontwerp. En daar was men enthousiast over. Dus dat wordt het. En wanneer kunnen mensen het om en nabij verwachten? Want het komt hier in het ZGT in Almelo te staan. Je weet ook al wat de plek. Ja, die plek is ook door de medewerkers al bepaald vooraf. Daar is het ook mede op gebaseerd. En waarschijnlijk wordt dat in de loop van mei dit jaar.